Weile burgemeester heeft gezegd van nou ja, op het moment dat IS ook onorthodoxe middelen inzet om jongeren aan zich te binden, mogen wij dit als gemeente ook doen. Hoe onorthodox is dit middel? Het is heimelijke overheidsbeïnvloeding, dus het is best wel, het ligt allemaal best wel gevoelig op het moment dat je als overheid een bepaalde boodschap gaat uitzenden. De filmpjes kosten bij elkaar bijna 150.000 euro. Er zijn ongeveer 50 van gemaakt die altijd weer direct gewist werden. Journalist Nicky Sterkenburg heeft de vlogs nooit gezien, maar had wel inzage in de scripts voor de films. De in augustus wegens fraude ontslagen topambtenaar van de dienst radicalisering Sadia AT komt in het stuk van Weekblad Elsevier ook aan bod. Sadia werkte voor de grijze campagne en zij wordt ervan verdacht om bepaalde facturen goedgekeurd te hebben van een bevriend iemand van wie niet duidelijk was wat hij voor het stadhuis deed. Daarvan zeggen bronnen van nee, dat was de grijze campagne waar ze mee bezig waren. En zo geheimzinnig was het allemaal niet en Sadia zou eigenlijk vrij uit moeten gaan. Is het voor jou onomstotelijk bewezen dat haar strafontslag om deze zaak, de grijze campagne, gaat? Ik heb het rapport gekregen van Bureau Integriteit dat over haar is opgegeven. En daar zaten alleen facturen in van de grijze campagne. Dus het hangt er wel aan vast.